is het Business Monday op de Masters of Luxury. En traditiegetrouw is er dan een heren- en een damesleus. 150 powervrouwen komen straks bijeen voor dit culinaire feestje. Ik ben benieuwd. Ik wil jullie vragen om even alvast plaats te nemen. Want dan kunnen we zo beginnen. Is deze lunch nu meer business of pleasure? Het is een mixje van beide. Dat is zo leuk. Het is de combinatie. Nieuwe mensen leren kennen, maar ook oude bekenden zien en weer lekker gezellig kletsen. En lekker onze nagels gelakt. Ja. Hoe belangrijk is voor jou een netwerk? Netwerk is gewoon ontzettend belangrijk. Mijn netwerk is denk ik alles. Ik denk dat je uit je netwerk zoveel kan halen. Zou je dat ook omschrijven als de sleutel van het succes? Nou, dat is zeker één sleutel. Hè. Je hebt een hele bos. Ja. Het is gewoon leuk met mensen omgaan en nieuwsgierig zijn. En de gelijkenissen zoeken en kijken wat je voor elkaar kan betekenen. Dit idee hè, van in extreme mate vertrouwen op de markt, dat pas ik ook toe bij al mijn investeringen. Sleutel tot succes. Mensen dingen gunnen. Dus elkaar helpen en elkaar sterker maken. Dat je niet bang moet zijn om risico's te nemen en om naar je hart te luisteren. En doen wat je leuk vindt. En daar echt een 100% voor gaan. Heb jij een vrouw die jou heel erg inspireert? Ja. Sophia Coppola. Ja. Dat is echt een voorbeeld. Kijk je dan ook naar haar werk? Nou, zij maakt echt wel heel ander werk dan ik, maar ik vind haar werk wel mooi. Ik kan gewoon heel erg geïnspireerd raken door mensen. Bijvoorbeeld net het verhaal van Annemarie van Gaal. Ik zit echt alleen maar zo. Eigenlijk zo van, ja, het klopt gewoon wat ze zegt. Wat vond je van vanmiddag? Vanmiddag was heel erg leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het best wel spannend, want ik ben helemaal alleen gekomen. Ik vond het ontzettend gezellig. Hele leuke nieuwe contacten opgedaan. Eten was heel goed. Mooie toespraken, ook van Annemarie van Gaal. Zien we jou volgend jaar weer? Ja, absoluut. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.